Oink. Die bennenvieren zo leuk. Hoi en welkom weer bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag 4 mei en het is inmiddels al 12:30. Ik heb echt brak geslapen. Echt 's ochtends pas een beetje dat ik in slaap viel en lekker heb geslapen. Ik had het zo warm. Ik voel me eigenlijk ook helemaal niet zo lekker eigenlijk. Ik merk dat mijn vriend me echt heeft aangestoken met de verkoudheid. En mijn holtes gaan echt super snel dicht zitten. Super vervelend. Maar goed, ik ben er inmiddels aan gewend. Dus verder zit ik dus aan het ontbijt. Heb ik een lekker kopje cappuccino. En even kijken, Griekse yoghurt met een mix van superfood en noten. Dus ik ben heel benieuwd hoe die gaat smaken. Dus die ga ik lekker opsmikkelen en ondertussen ga ik dan de video bewerken. En een beetje rustig aan doen vandaag, want ik denk niet dat het anders goed gaat. Hey, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag 5 mei, oftewel bevrijdingsdag. En het is inmiddels 11 uur. Ik ga nu ontbijten, een filmpje bewerken. En ik ontbijt met een scrambled egg met knoflook erdoorheen en wat zout en peper. En een kopje cappuccino en een glas water. Dit is zo typisch onze poes, hè? Hij is weer buiten geklommen via het raam en hij loopt nu weer over de vensterbank buiten. Hallo, je bent aan de verkeerde kant. Kom maar. Ja, in de achteruit, in de achteruit. Goed zo, ja. Was jij buiten aan het kijken? Was jij buiten aan het kijken? Een hele goede morgen. Het is inmiddels zaterdag en het is vandaag 9 mei als ik het goed heb. En vandaag ga ik met mijn vriend naar een Van der Valk hotel, want dat had ik gekregen voor mijn verjaardag van hem. Echt super lief en ik heb er zoveel zin in. Ik heb er echt de hele week naar uitgekeken. En ja, nu ga ik dus mijn tas inpakken en even kijken wat ik allemaal mee ga nemen. En dan gaan we denk ik zo langzamerhand richting Eindhoven. Want daar hadden we een hotelletje met een bubbelbad als het goed is in onze kamer. Dus ja, ook heerlijk. En ze hebben een zwembad daar. Nou echt, gaat vast helemaal geweldig worden. En ik heb er echt mega veel zin in. Ja, echt heerlijk gewoon even weg. Even ontspannen had ik echt nodig. Zo, en dit is wat ik meeneem. Je kunt er zwemmen, dus ik neem zwemkleding mee. Ja, ondergoed, dingetjes voor 's nachts, zeg maar. We hebben een bad, dus ik heb een heerlijke bad, een bruisbal gekocht. Ja, gewoon dingetjes om gezicht schoon te maken, deodorant. De iPad, want we hebben gratis wifi, dus we kunnen 's avonds lekker misschien filmpjes kijken of zo. Opladers, neusspray. En dan pak ik daar nog even make-up. Ik neem een gewoon handtasje mee en een, een beetje een reistas. De move. Nee? We hebben echt decibel opstaan. Echt allemaal van die oldschool nummers komen voorbij. Echt grappig. We zijn al in Eindhoven inderdaad, maar we zijn bijna bij het hotel. Nog 700 meter en dan zijn we er. We zijn volgens mij helemaal door de stad gestuurd, maar goed, we zijn er bijna. Daar gaat het om. Zo, zoals jullie zien zijn we aangekomen in de hotelkamer. Best een ruime hotelkamer. En we zitten op de negende verdieping. Ik krijg echt
zo'n vies naargevoel in mijn buik, want ik heb hoogtevrees. Kijk. En als ik zeg maar naar beneden kijk. Niks voor mij, we houden de gordijnen maar dicht als het erbij ligt. In ieder geval, zo ziet de kamer eruit. Hier een soort bureautafeltje. Bed. Mijn vriend kreeg ik er gratis bij. Zithoek. Nee. En dan hier nog een kast met kluis. De lamp aan. Een spiegel. Hier kun je nog kleding in doen. En dit is de badkamer. Hier heb je een douche. Een wc. Spiegel met wastafel. En een overheerlijk bubbelbad. Oeh, heerlijk lekker. Wij gaan heerlijk genieten en ik denk even de spullen uitpakken en verder misschien straks nog even de stad in of zo. Even het hotel rond gaan kijken, want het is echt behoorlijk groot, het hotel. Er zitten echt heel veel verschillende ruimtes en het ziet er echt super mooi uit. Oeh, het licht hier is trouwens echt super blauw. Maar goed, we gaan dus eventjes alles uitpakken. We zijn net naar de stad geweest en we hebben eigenlijk even gewoon wat rondgekeken. We waren op zoek naar de Beanboozled, naar dat bakje, want die wil graag de Beanboozled Challenge doen. Alleen die was gewoon uitverkocht. Dat is overal wat anders bij die inmiddels, die uitverkocht. En verder hebben we eigenlijk geen snoepwinkel kunnen vinden. Dus dat was best wel balen. Maar goed, we kijken wel verder ergens of die nog te vinden is. Maar ja, goed, iedereen wil natuurlijk die challenge doen, dus logisch dat die uitverkocht is. We hebben toen wat daarna nog gegeten bij de Laplace. Gewoon allebei een broodje op. En dan zijn we van plan om straks nog even in de loungebar wat te gaan drinken. Mijn lipstick was er af. Ik had van Sleek de Matte Me in de kleur Birthday Suit op. Echt super mooie kleur, zeker een aanrader. Maar die was er dus na het eten een beetje afgegaan. En toen dacht ik, hey, er zit een bijenkorf, zat vlakbij de Laplace. En in de Bijenkorf van Eindhoven verkopen ze ook MAC. Dus ik dacht, hé, ik grijp mijn kans even om te kijken hoe Please Me mij staat. En ik heb hem nou op en ik moet eigenlijk eerlijk bekennen, ik vind hem echt hartstikke mooi staan. Dus ik denk dat ik weer een nieuwe lipstick heb die op mijn wishlist kan. Want ik vind hem echt, ja, echt onwijs mooi. De kleur is echt super mooi en ik weet niet, hij matcht niet helemaal met mijn huidskleur. Het maakt me wel vrij cool, maar... Desondanks vind ik hem niet verkeerd staan. Ik ben wel benieuwd hoe jullie hem trouwens vinden staan. Nu zijn we weer heerlijk op de hotelkamer. Dus ja, dan gaan we daar eigenlijk heerlijk nog wat drinken in de loungebar. Daarna denk ik lekker genieten van het bubbelbad. Dat is eigenlijk de planning. Dat is de planning, toch? Uh-huh. Ja. Lekker genieten van een Sex on the Beach en een mojito. Heerlijke snoepjes. Zo leuk. Oh. Het is inmiddels gewoon 10:50. En we zijn echt nog lang niet moe. Of wel?
Oké. Dat was het foute moment. We hebben heerlijk gebadderd, heerlijk wat gedronken beneden. En we hadden echt super erg honger nog. Dus we hebben wat uit de minibar genomen. Super duur, echt niet normaal, maar goed. We hadden echt heel erg honger. Maar ja, nu is de honger een beetje gestild. Ik heb een blauwe plek. Ik snap er niks van. Hebben jullie dat ook? Blauwe plekken waarvan je helemaal niks snapt. Volgens mij, oh, je ziet hem wel. En dan altijd op je knieën. Die knieën echt, die beleven heel wat. Lekker lelijk worden ze ervan. Juist. Goed, dit gaat weer helemaal nergens over, maar ik verveelde me. En misschien knip ik dit wel lekker uit. Nee? Niet goed? Nee. Oké, okay. Niet goed. Dit doen we even let. Dag. Zo, we zijn inmiddels alweer een tijdje thuis. Of een tijdje. Ik denk een klein uurtje zo, ja. En we hebben even een moederdag cadeautje gehaald net. En ik ga nu even buiten de plant sproeien. Want die wordt altijd heel erg vies. Ik weet niet of je het goed kunt zien. In ieder geval gaat heel veel stof op zitten. En ik dacht, als ik hem nou met de plantsproeier even bespuit, dan hoop ik dat die stof eraf gaat. En de poes vindt het zo te zien ook heel erg leuk. Het is echt super warm. Echt heel erg benauwd. Die poes klimt altijd erop. En ik ben bang dat hij dan op het dak nog gaat. Dan hebben we een klein probleempje. Dus ik hoop dat hij altijd een beetje hier blijft.